Zo, goedenavond. Ik ben het Pagani Productions. Ja, mensen, ik wil toch even de eerste update voor 2015 weer. We zitten alweer een 21-2-2015. Dus even kijken. Dat betekent ook dat het seizoen bijna weer eigenlijk voor de deur staat. Ja, het filmseizoen. En ik ga sowieso zeer binnenkort een tweede onboardkamer erbij halen. Waarschijnlijk een GoPro Hero 3 Silver Edition, geloof ik. Ja, die is €429 nog, plus wat andere zaken nog wat ik erbij moet hebben. Maar goed, dat is simpel en dat werkt eigenlijk heel goed met mijn GoPro 3 Plus, wat ik nu heb. Dus heb ik er twee. Maar dat betekent dat mensen lijkt wel met de onboard video's qua prijs wel een euro erbij gaan doen bij de prijs. Dus nu is het nog zo dat ik normaal gesproken, als ik een beetje goede beeld heb, bijvoorbeeld van een heat autocross bijvoorbeeld €5 vraagt, dan wordt dan €6 aan een langere onboard. Zal ik zeggen, dat wordt dan €11. Dus. En dat betekent ook, dat gaat natuurlijk ook voor de dvd's, dan wordt soms zeggen, de dvd ook een komt er ook wat geld bij, maar goed, dat zie ik die tijd wel weer. En ik waarschijnlijk heb ik eind maart ook wat evenementen en zo, maar dat is wel een beetje een probleem. Want we hebben drie dingen eigenlijk die ik wel eigenlijk wat heen wil en die kan maar één plaats kan ik tegelijk zijn. Maar waarschijnlijk de testdag met Ulsterqueen 29 maart, hebben we de Asus Autocross Marcelo, volgens mij, ja, als ik het goed heb gekeken. Maar, wat nog spectaculair was, hebben we 28 maart, hebben we dan de World Qualifier F1 Soccer in Emmen. Maar dan zit ik te denken, zou je daarheen gaan? Dat is eerst wat nieuws, dat heb ik eigenlijk. Ik heb toen in Engeland wel één keer zo'n race gevallen, wat ze World Finals en die andere race, ja. Maar dat was erg spectaculair, zeker. En dat was ook onverhard, dus dat is eigenlijk wel interessanter dan zo eigenlijk. Een stokker race op asfalt, dus hier natuurlijk veel spectaculairder, want de auto's gaan driften en zo. En dat zou op zich wel misschien ook wel leuke beelden voor een onboardcamera. Dus, ik weet niet, dat ik dan toch eens voor het F1 stokker ga. En de F2 stokker volgens mij nog wat klasse, volgens mij. Maar goed, dus dat tegen die tijd, dat zien jullie wel wat ik ga doen. Dat betekent wel helaas dat het waarschijnlijk geen Ulsterqueen voor mij geworden en ook geen, helaas, Asus Autocross. Maar goed, ik kan ook één ding tegelijk zijn en aangezien het de reisrijd is van 3 uur zoveel is voor een enkeltje Amen. Dus ja goed, dat zal ik helaas dan op geen tijd hebben om zondag naar de Asus Autocross te gaan. En aangezien ik maar alleen ben van Pagani Productions, zal het helaas niet lukken. Maar goed, dat was het eerste update van 2015 van Pagani Productions.